Als we eigenlijk vinden dat al dat soort bedrijvigheid zich niet mag verplaatsen, dat daarom die transitiepaden zuiver moeten zijn, wees dan ook eerlijk en zeg dan dat je de economie zoals die nu is, perfect vindt. En dan is het nu tijd voor ons laatste onderwerp en dus ook het laatste mini-debat. En daarvoor vraag ik naar voren Susanne Kreuger van GroenLinks Partij van de Arbeid en Simon Keulemans van J21. Fossiele subsidies zijn eigenlijk een soort verzamelnaam voor de financiële voordelen voor bedrijven die fossiele energie verbruiken. Maar die voordelen uiten zich vooral in belastingvoordelen of kortingen. En gaan dus bijvoorbeeld uit naar de grote bedrijven die we net zo ook al hoorden genoemd werden, zoals Tata Steel of Schiphol. Maar ook in de glastuinbouw zien we het zeker veel. En het gaat ook over burgers. Want bijvoorbeeld ook het energieplafond waarmee we onze gasrekening een beetje konden indammen, valt ook onder zo'n fossiele subsidie. De A12, dat heeft u vast ook meegekregen, is de afgelopen weken versperd door klimaatactivisten van Extinction Rebellion, omdat die een per directe stop wilden op deze fossiele subsidies. En die zijn u inmiddels van de snelweg af, omdat er een motie is aangenomen, die is ingediend onder meer door mevrouw Kreuger hier naast mij, waarin het demissionaire kabinet wordt verzocht om scenario's te onderzoeken waarmee we en waarin we fossiele subsidies kunnen afbouwen. En dat is waar het spannend wordt. Want in welk tempo gaan we dat doen en wanneer willen we daar klaar mee zijn? En daarom luidt de stelling: fossiele subsidies moeten per direct worden afgebouwd. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Kreuger. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om ons te realiseren dat als je een duurzaam systeem wil opbouwen, dat het echt dweilen met de kraan open is als je ondertussen gewoon miljarden en miljarden aan fossiele subsidies laat doorgaan. En dat gebeurt al jaren en jaren. En er wordt ook al heel lang aandacht voor gevraagd en voor gewaarschuwd. En toch is dat niet aangepakt. En ik denk dat het belangrijk is dat we nu echt zeggen: ze moeten worden afgebouwd. Dat kost tijd. Niet elke regeling kan misschien per direct. En daar heb je verschillende paden voor. Dat is allemaal best wel complex. Maar dat je het afbouwt, is het allerbelangrijkste. Simon Keulemans. Ja, nee, ik ben het oneens met de stelling. Ik moet wel beginnen met de felicitatie, mevrouw Kreuger. Niet omdat ze gelijk heeft, maar wel vanwege de effectiviteit waarmee ze het frame van fossiele subsidies op de agenda heeft gezet. Want fossiele subsidies bestaan niet. Het zijn geen subsidies, het zijn geen zakken geld die wij overdragen aan bedrijven die zogenaamd aan de wereld gaan vervuilen. Het zijn belastingvoordelen die onder andere in het leven zijn geroepen om te voorkomen dat er over hetzelfde product dubbele belasting wordt gegeven, wat wettelijk gewoon verboden is. Dus als we doen wat mevrouw Kreuger wil, dan gaan we de last voor het bedrijfsleven verhogen. Dan jagen we bedrijven de grens over en het doet niets aan de uitstoot. Binnen de tijd. Een reactie. Ah, kijk, als je met elkaar erkent, en dat doet misschien niet iedereen, dat de klimaatcrisis gigantisch urgent is, dat we korte tijd hebben om die 1,5 graden temperatuurstijging, om dat nog veilig te stellen, dat we alles op alles moeten zetten voor de opbouw van een duurzame economie, dan kan je niet doorgaan met fossiel bevoordelen. Dat is echt gewoon totaal absurd. Dus daar moet je stappen in zetten. En dat betekent die belastingvoordelen voor fossiel. En dat zit in een heleboel regelingen. Dat is niet één knop waar je aan kan draaien. Maar aan die knop moet je gaan draaien. En dat zegt niet GroenLinks alleen of de PvdA. Maar dat zegt ook de Europese Commissie. Dat zegt ook de WTO. Dat zeggen een heleboel experts en wetenschappers. Dit moet gebeuren als je die systeemverandering wil. Of je wil gewoon fossiel in de lucht houden zo lang mogelijk, maar dan geef je gewoon het klimaat op. Nou, ik geef het klimaat helemaal niet op. Ik constateer dat minister Jette heeft gezegd dat met alles wat wij doen, met het aanvullende klimaatpakket van 28 miljard... dat wij de wereldtemperatuur met 0,00036 graden kunnen beïnvloeden. En op basis daarvan wilt u een welvaartsoverdracht naar andere landen bewerkstelligen. Want wat u eigenlijk wilt, is bedrijven die hier gewoon volgens de wet functioneren, die helemaal geen subsidie krijgen, maar die op een wettelijk toegestane manier een belastingvoordeel krijgen, omdat ze anders bijvoorbeeld over, en daar moet u dadelijk wel even op ingaan, over hetzelfde product twee keer belasting wordt gegeven, wat gewoon niet mag. Die bedrijven die gaan de grens over. De uitstoot neemt dus niet toe, sterker nog, die neemt niet af, die neemt sterker vaak toe, omdat die naar landen gaan waar die klimaat- en milieumaatregelen minder streng zijn dan hier. En dat heeft Nederlandse banen, dat kost Nederlandse banen. Dus het enige wat oplevert wat u wil, is hogere lasten en minder banen in Nederland. Ja, wat ik zo treurig vind, is dat door deze logica blijft een hele sector van innovatieve, echt duurzame bedrijven staan met 10-0 achter.
Want dat zijn bedrijven die moeten concurreren met grote bedrijven die gewoon nog steeds met miljarden goedkoop fossiel kunnen produceren. En ik heb een heleboel van dit soort bedrijven gesproken die zeggen van ja, ik heb een product, daar kan ik eigenlijk mee de markt op. Alleen het komt gewoon niet uit, want dat gas en dat fossiel is nog steeds kunstmatig goedkoop gehouden. En volgens mij, als je echt serieus bent over de toekomst van de Nederlandse economie, dan ga je juist fossiele subsidies afbouwen en dan ga je echt die duurzame industrie en die duurzame innovatieve bedrijven echt wind meegeven. Maar ik heb dan wel een prangende vraag en een vraag die ik namens meerdere stel. Hoe ziet die afbouw er dan nu uit? Wat is de eerste stap die we moeten nemen? Nou, er zijn een aantal subsidies en dat zijn een aantal regelingen die eigenlijk wij al per amendement nu voorstellen om af te schaffen. En met dat geld willen we een aantal maatregelen nemen om voor mensen in de bijstand het stuk makkelijker te maken. Daar gaan we volgens mij, ik kijk even naar Christine, maar daar gaan we heel binnenkort over stemmen. Morgen namelijk. Morgen, there you go. Spannend. Dus die misschien eerste stap wordt al houden. Gewoon heel snel gezet. Maar ik denk dat wel de reden dat wij die motie hebben ingediend met die afbouwpaden is dat het heel lastig is dat een aantal van die fossiele regelingen heel erg in elkaar grijpen. En dat het dus wel belangrijk is om heel goed te kijken van oké, wat doe je in 2 jaar, 5 jaar, 7 jaar? Maar uiteindelijk moeten ze eraf. En wat ons betreft leggen we dat ook echt wettelijk vast in de klimaatwet. Zodat ook toekomstige kabinetten daar altijd aan gehouden kunnen worden. Ja, kijk, dit bewijst eigenlijk wat ik net zei. Er werd net gezegd van ik neem het klimaatprobleem niet serieus. Wat er gebeurt is dat dit frame niet serieus is. Want u wordt gevraagd naar een pakket wat 46 miljard. Hè. Minister Jette zegt nu met de verkiezingen in aantocht van het is trouwens niet 4,5 miljard, maar 46 miljard. Wat hij eerst had gezet. En dan wordt er gevraagd, hoe gaat dat afbouwen? Dat is een gigantisch bedrag. En dan komt u met een hele specifieke motie die een heel klein dingetje gaat regelen. En dat is omdat duidelijk wordt dat dit helemaal niet kan wat u wil. Ook het CPB heeft dat aangegeven. Bijvoorbeeld een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, Michiel Mulder, die hebben gewoon aangegeven, ja, die motie is nu aangenomen en nu blijkt eigenlijk dat het helemaal niet kan. CDA en VVD zijn gezwicht voor de morele chantage van Extinction Rebellion en nu zitten we met de motie die uitgevoerd moet gaan worden, die helemaal niet uitgevoerd kan worden, omdat het nogmaals, en ik wil echt dat u er even op ingaat, omdat wat u wil strijdig is met tal van internationale en Europese wetten en regels waar u normaal gesproken zo dol op bent. Nou, dit is echt een beetje flauwekul. Het gaat inderdaad om een heel groot bedrag. Heel lang is gezegd, fossiele subsidies bestaan niet. Toen was het, Wiebes zei toen, het is 4 miljard. Uiteindelijk door een motie van ons is echt in kaart gebracht hoeveel het nou eigenlijk is. En komt er zo'n bedrag, gigantisch bedrag van die range met 40 miljard in het midden. Een deel daarvan moet je Europees aanpakken. Maar zou je wel in Nederland maatregelen kunnen nemen om alvast zeg maar, het fossiele steun tegemoet te komen of te stoppen. En een deel daarvan kan je heel snel aanpakken. Alleen dat het iedereen begrijpt dat je al die regelingen niet met één knop uit kan zetten. En daarom is het heel erg van belang om die motie te hebben met die afbouwpaden. Nou, misschien ter illustratie voor de zaal even. Kijk, waar dat hele beeld van fossiele subsidies vandaan komt. We hebben in Nederland voor kleingebruikers... Je mag afronden. Kijk, heel mooi. We hebben in Nederland voor kleingebruikers een gigantisch hoge energiebelasting. Al het verschil tussen de energiebelasting voor kleingebruikers en grote bedrijven, daar zit een gigantisch gat tussen. Dat wordt als subsidie meegeteld. Maar dat betekent dus dat wij vandaag de energiebelasting op gas voor kleingebruikers halveren. Dat de fossiele subsidies, die dus niet bestaan, meteen ook verdwenen zouden zijn als sneeuw voor de zon. Wat aantoont dat dit alleen maar een papieren werkelijkheid is. Ja, geeft u vooral de microfoon aan mij. We hebben gelukkig even tijd om te luisteren naar een expert, want er zijn veel feiten die nu over tafel worden gegooid. En ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje duizelt. Dus ik roep heel graag naar voren Ties Joost. Hij is klimaatjournalist bij Follow the Money. En hij schrijft, zoals hij het zelf zegt, over alles wat veel broeikasgassen uitstoot. De haven van Rotterdam, KLM, Schiphol, energiecentrales en de agrarische sector. Hij heeft voor ons, als het goed is, een scenario geschetst over die fossiele subsidies. En in ieder geval aandachtig geluisterd naar het debat dat hier plaatsvindt. Mag ik alsjeblieft een warme applaus voor Ties Joost? Neem plaats. Het vervelende wat ik interessant vind aan het debat over fossiele subsidies, dat werd net aangestipt, is dat het eigenlijk... Ineens is iedereen helemaal geïnteresseerd geraakt in de precieze aannames die aan deze economische studie ten grondslag liggen. Wanneer is iets een subsidie? Wanneer is iets geen subsidie? Wanneer is het een gat? Op zich, weet je, ben ik dol op en dat is eigenlijk ook mijn werk. De helft van mijn halve journalistieke carrière bestaat uit dit soort verhalen. Alleen, het is toch wel interessant dat het juist bij dit debat ineens schijnbaar heel belangrijk is wanneer we iets een subsidie noemen en wanneer niet. En
als je kijkt naar andere economische studies, waarvan er jaarlijks tientallen verschijnen over de economische effecten van Schiphol of de economische effecten van de landbouw, dan voel ik me af en toe een roepende in de woestijn als ik zeg van, of dat ik in ieder geval zeg van, nou jongens, laten we even de aannames onder de loep nemen en wat wordt hier nou eigenlijk precies beweerd. Maar dan gaat dat allemaal, mag dat allemaal passeren. En nu het over de fossiele subsidies gaat, zijn er ineens allemaal partijen bijzonder geïnteresseerd in de specifieke definitie van wanneer iets een subsidie is. Vind ik goed, maar dat zou ik nog graag ook willen zien, bijvoorbeeld als het over de economische effecten van Beenport Schiphol gaat of zo, als Daniel Koerhuis weer banen, banen, banen staat te roepen. Vroeg me eigenlijk af ook waar die is, maar dat is, of de VVD althans. Maar goed, dat is aan hun. Daarnaast, wat ik ook interessant vind aan dit debat, en daar, hoop ik dat daar hier in het volg wat meer de focus op kan liggen. Je ziet eigenlijk een soort debat ontstaan waarin eigenlijk een soort ondertoon ligt van hoe gaan we die transitie inrichten op een manier dat het Nederland er zo goed mogelijk uitkomt. En dan wordt vaak een soort bedoeld van God verhoede dat er een industrie zou verdwijnen. Stel nou dat we hier een subsidie op hebben, dat we de fossiele subsidies willen afbouwen. Even los van de vraag wat we dan precies een fossiele subsidie noemen en wat niet. Maar stel dat we dat een beetje proberen af te bouwen. En stel dan dat, dat Tata om die reden naar het buitenland vertrekt. Nou, enerzijds zou ik u dadelijk graag willen meegeven dat die directe relatie door tal van economen is geprobeerd aan te tonen en dat het eigenlijk heel vaak eigenlijk heel erg moeilijk is aan te tonen wanneer, om wat voor reden een industrie nou eigenlijk besluit zich ergens te vestigen, een investeringsbeslissing neemt op de een of andere plek of besluit te verplaatsen. Dat is zelden een één-op-één relatie met één simpel aspect zoals een fiscale maatregel in land A of land B. Dat is vaak een mirabouare aan verschillende regelingen, scholing van personeel, historische redenen, noem het allemaal maar op. Dus neem dat in ieder geval in ogenschouw, dat als mensen proberen dat te pinpointen of dat is de reden dat nu bedrijven gaan verplaatsen, dat is zelden waar. Maar er zit ook iets diepers onder. En dat hoop ik eigenlijk vooral dat dat dadelijk ook naar duidelijk wordt in het debat. Want waarom is dat erg als bedrijven zich verplaatsen? Wat is nou eigenlijk het probleem als een Tata Steel zou verplaatsen naar bijvoorbeeld Zweden? Een plek waar ze veel makkelijker over heel veel groene stroom beschikken. Daardoor makkelijker groene waterstof kunnen maken, waarmee die industrie verduurzaamd kan worden. Wat is nou precies het probleem? Wat is nou precies het probleem als Schiphol hier wat zou krimpen? En Schiphol ligt te midden van drie andere megahubs in Europa. Die liggen op 300-400 kilometer van Schiphol. We hebben zelfs een hele kleine thuismarkt. We hebben nul binnenlandse vluchten. Waarom willen we hier een reusachtige luchthaven hebben? Dat soort vragen. Kijk, en ik vind het prima, hè? Als we eigenlijk vinden dat al dat soort bedrijvigheid zich niet mag verplaatsen, dat daarom die transitiepaden zuiver moeten zijn, wees dan ook eerlijk en zeg dan dat je de economie zoals die nu is perfect vindt. Dat is niks meer aan mogen we veranderen en dit is wat we willen en dit moet zo behouden blijven. En daarom gaan we er alles op alles zetten dat deze bedrijven hier moeten blijven. Maar als je als je dit debat wat verder wilt trekken, en ik denk dat politici daarvoor zijn, dan zou je eigenlijk volgens mij moeten beginnen bij de vraag wat voor economie en wat voor industrie heeft Nederland in 2050 of in 2100. En vervolgens ga je dan vragen wat voor fossiele subsidies, klimaatbelastingen, geef er een woord aan, dat maakt me dan verder niet zoveel uit. Maar welke zorgen er nou voor dat die industrie zich hier tot wasdom kan komen? En dat kan er van alles zijn. Dan zullen aan de linkerzijde van het politieke spectrum zal graag willen dat er allemaal hele duurzame initiatieven komen. Dat hoeft misschien helemaal niet zo te zijn. Misschien willen we wel meer ASML's in Nederland, dat die tot wasdom komen. Dat kan ook prima zijn. Dat geeft ons ook heel veel geopolitieke voordelen. Maar volgens mij is dat de essentiële vraag die je eerst moet beantwoorden voordat je allemaal gaat oproepen over verplaatsende industrie. Want dat is nou eenmaal de realiteit. Mensen in een geopolitieke wereld of in een geglobaliseerde wereld verplaatsen bedrijven zich zo nu en dan. Oké. Enfin. Dankjewel, Thies. Fijn.
Ik wil eerst even een reactie vragen van het CDA. Het ging net al eventjes over de motie. Daar hebben jullie ook voor gestemd om te onderzoeken hoe jullie... Hoe het afbouwen van fossiele subsidies zou kunnen gaan. Maar jullie hadden wel ook een paar kanttekeningen. Vertel. Ja. Nou, allereerst richting de heer Keulemans. Ik laat me echt alleen chanteren door mijn dreumes en mijn kat. Dat zijn echt de enige twee die mij kunnen chanteren. En zeker niet in dit geval. Alhoewel de pogingen wel ontzettend goed waren, moet ik eerlijk bekennen. Wij hebben voor die motie gestemd omdat wij vinden dat uiteindelijk je van die fossiele subsidies af moet in een economie. Waar het gigantisme hoogtij viert. Het moet allemaal groter. En dan kan het niet zo zijn dat je stimulerende maatregelen neemt. Dat jij prikkels hebt voor de industrie om niet te verduurzamen. Nou, wat zijn dan de kanttekeningen? Ja, er zijn soms ook maatregelen, als je er even wat dieper naar kijkt. Dat je denkt van, maar het afschaffen hiervan kan misschien helemaal niet tot het effect leiden. Dat het ook echt minder uitstoot geeft. Als jij zegt van, we gaan zorgen dat er een vlak tarief komt op het gebruik van elektriciteit. Ja, dan wordt elektriciteit duurder voor bedrijven. En dan zeggen ze, dan kom ik wel weer aan mijn gas. Of dan kom ik wel weer uit Duitsland waar de kolencentrales staan te loeien. Dus het is niet zo simpel als even zeggen van, we knallen in één keer al die fossiele subsidies eruit. Dat is best ingewikkeld. Ik ben ook blij dat ook volgens mij gezegd wordt. De ene maatregel kan sneller dan de ander. Maar feit blijft, en dat is een hele mooie bijdrage vind ik, dat we moeten nadenken wat voor economie willen we zijn. Dat één. En ook twee, hoe kijken we naar het klimaat? En dat is echt een ander aspect dan alleen het economische aspect. En als je die twee bij elkaar optelt, dan kom je gewoon tot de conclusies dat wij op termijn, het liefst zo snel mogelijk, van die fossiele subsidies af moeten. Oké, ik kijk even hier naast me naar D66. Ook in gedachte wat Ties net zei, het is niet erg als bedrijven hier weggaan. Ja, nee, D66 was niet voor niets. Naar mijn collega Roel Bouwke heeft samen die motie ingediend met Suzanne. En we staan er ook helemaal achter. En we proberen het ook concreet te maken. Wat voor economie wil je? D66 wil echt een groene economie. Omdat de fossiele brandstoffen die doen ons uiteindelijk geen goed. Dat zien we, de effecten daarvan als Nederland gaan we ook merken. En dat geeft ook ontzettend veel kansen voor bedrijven. Om dan gewoon ook banen te creëren en geld te verdienen. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus je krijgt eigenlijk een nieuwe, slimme, groene economie. Maar dat betekent dat niet iedereen dat mee kan doen. En D66 zegt dan, oké, bedrijven krijgen een kans om mee te doen, maar wel groen. Dus daarom heeft Rob Jetten ook gezegd tegen Tata Steel van wat D66 betreft is het per 2030 afgelopen met het stoken van kolen. Dan ga je dicht. Tenzij je echt voor die tijd ook echt zorgt dat je groen staal gaat produceren, net als Zweden, wat natuurlijk een heel goed idee is. En dan zijn we aan onze kant ook, vanuit de overheid gaan we ook daarin helpen. Dus op die manier proberen we het te doen, heel concreet per bedrijf. Oké, ik kijk ook even naar de BBB. Niet kosten wat het kost, alle bedrijven hier houden. Nou ja, goed, ik vind het een mooi punt wat Joost aangeeft. Dat je wel moet kijken naar welke economie wil je zijn. Hè? Van welke bedrijfstakken zijn hier op zijn plek. En voor de BBB zijn er eigenlijk drie dingen heel cruciaal als het gaat om de economie. En dat is dat je in ieder geval kijkt naar de voedselveiligheid, voedselzekerheid. Ontzettend, zeker in het geopolitieke spectrum op dit moment, denk ik van dat je dat in ieder geval heel goed moet regelen. Maar ook water en energie zijn hele cruciale sectoren. Dat moet je gewoon in je nationale economie moet je dat perfect verankeren. Want anders dan word je van heel veel dingen afhankelijk van het buitenland. Als het gaat om die fossiele subsidies en die brandstoffen, is de BBB ook wel voor het uitfaseren. Maar we willen wel dat in een uitfaseerfase doen. We willen dat zo doen dat het in ieder geval door de samenleving te dragen is. Okay. Wat voor termijn heeft u het dan, een uitfaseerfase? In 2050 proberen we klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal in 2050, oké. Dan zou ik zeggen aan de slag met de windmolens. Tegengestemd in de Kamer. Kijk, dat is dus het risico. Ik vind het zo jammer dat er weer die windmolens genoemd worden. Ik bedoel, als het gaat om klimaatneutraal. Nog even heel kort een reactie en dan ga ik naar GroenLinks PvdA. Nee? Ja, oké. Nou, kijk, ik denk wat hier misgaat is dat te weinig wordt gerealiseerd dat die fossiele subsidies iets in stand houden waar we vanaf moeten en iets verhinderen wat we heel graag willen. En dat zijn allemaal innovatieve, duurzame bedrijven. En weet je, een transitie betekent opbouw van duurzaamheid. Het betekent ombouw. Hè? Allemaal bedrijven kunnen ook die omslag maken, maar het betekent ook afbouw. En daar moet je volgens mij gewoon heel
eerlijk over zijn. En betekent dus ook, je moet fossiele winning, fossiel gebruik en fossiele subsidies afbouwen. En dat moet je zo snel mogelijk doen, want 2050, dan gaan we die 1,5 graad nooit, never, nooit meer halen. Partij van de Dieren. Ja, ik wil graag nog iets toevoegen over zeggenschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over, en ik snap heel goed dat dat heel dicht bij elkaar ligt, over een nieuwe economie. Maar het gaat echt over dat we met elkaar kijken naar wat voor samenleving willen we nou met elkaar. Een samenleving met gezonde lucht, met zinvolle banen, met gezonde bodem, met een goed klimaat. En dan vervolgens kijk je van, wat is daarvoor nodig? Nou, dan vindt de Partij voor de Dieren het helemaal niet erg dat er dan vervuilende bedrijven vertrekken. Dat is een verschuiving van werkgelegenheid. Maar het is wel heel belangrijk dat we nu ook inzetten op die verschuiving van werkgelegenheid. Dat we mensen de kans geven om over te stappen. Als je dan kijkt naar nu die fossiele subsidies, hoe ingewikkeld dat allemaal wordt gespiegeld. Sommige dingen kun je meteen afschaffen. Andere dingen zijn Europees. Dat er niemand zegt van, nou, dat vind ik nogal schokkend eigenlijk. Hoe lang die bedrijven zoveel invloed hebben gehad dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen in Brussel. Ja. Dat ze zoveel macht hebben. En ik vind dat we dus in die nieuwe samenleving, dat we daar ook iets aan moeten doen. Dat we bedrijven niet zoveel macht geven dat ze elk dingetje voor elkaar krijgen in Brussel. Maar dat we ons geld ook bij ons houden. Ja. Okay. En dat dat terugvloeit naar de samenleving. Dus dat betekent ook dat je bedrijven, bepaalde bedrijven moet nationaliseren. Dat je corporaties moet hebben op lokaal niveau om je energie op te wekken. Okay. Dus sommige dat is ook een heel belangrijk punt. Nationaliseren. Het is niet alleen een kwestie van het verschuiven. Een kwestie van het verschuiven van de werkgelegenheid. Het kan ook een kwestie zijn van het verschuiven van het probleem. Het CDA zegt het is echt veel beter om het in Nederland groen te doen dan dat je het over de grens duwt naar Duitsland waar het grijs gebeurt. De uitstoot stopt niet bij de grens. Dus prima dat we klimaatbeleid stopt ook niet bij de grens. Nee, dus maar Duitsland waar doet de Duitse ook heel minister veel dingen. Van de groene Habeck heel erg bezig is met zijn groene industriepolitiek. Hoe kan ik mijn industrie nou vergroenen? En in sommige gevallen betekent dat niet dat je zegt, en morgen zult gij dit. Maar dat je gewoon kijkt, oké, wat is er nodig? Dat is veel beter, zeg ik echt tegen de Partij van de Dieren. Dat is echt veel beter dan roekzichtloos nu maatregelen, alleen maar waardoor ze zich gaan verplaatsen. En die uitstoot, waar we met z'n allen van af willen, die verplaatst zich dan ook. Het is Partij voor de Dieren, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat Duitsland is al veel beter bezig dan Nederland. Dus wij bungelen achteraan, wij bungelen onderaan, het gaat om hernieuwbare energie. Dus het is helemaal niet. Die dus bedrijven de is heel erg. Daar nog aan vindt u een goed idee. Het is allemaal wensdenk. Het is heel erg de vraag of die bedrijven zo graag naar Duitsland toe willen gaan. Okay, groene industriepolitiek betekent ook sturen als overheid en ook actief fossiel afbouwen. Ja, alleen dan creëer je ook de ruimte voor de economie, de samenleving die je wil hebben. Wel een reden. En ik merk dat ik wat ik lastig vind in dit debat is dat het hele onderwerp van fossiele subsidies, het woord klimaatrechtvaardigheid is nog niet gevallen. Het gaat om hele grote belastingvoordelen voor het gebruik van fossiel die andere partijen niet genieten. Ja. Dus het is ook niet rechtvaardig. Het betekent ook op het moment dat je die afschaft, dat je veel meer publiek collectieve investeringen kan doen in bijvoorbeeld goed openbaar vervoer of in het isoleren voor heel veel huizen. Dus het gaat ook om een rechtvaardigheidsvraagstuk. Duidelijk. Ik ga even naar Tjeerd de Groot en daarna terug naar Ja 21. Nou ja, ik ben het eigenlijk ontzettend eens met wat GroenLinks zegt. Omdat je... PvdA. En PvdA nog erbij. Twee halen, één betalen. Het is nog even wennen. Ja. Wat je wil, en ook wat de Partij voor de Dieren zegt, is echt gewoon een... We hebben zo lang weggekeken. Als je kijkt, ook even die Tata Steel, om het concreet te maken. Wat je daar de bevolking aandoet, die eromheen woont. Ze zijn al lang overleden, maar er hebben twee ooms van mij gewerkt. Die hadden veel langer kunnen leven. Dus een samenleving waarin de natuur floreert, waarin het water schoon is, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar hoe lang gaat u Tata Steel dan nog geven? Tot 2030. Tot dus 2030. Dat betekent dat je als politieke partij heel erg concreet moet zijn over hoe je dat gaat doen, maar aan de andere kant ook moet leveren. En daarom, en er is ook wel goed nieuws, want zijn het even van we lopen achteraan met hernieuwbare energie. Kijk, de helft van de energie, van de elektriciteit, wordt in Nederland al duurzaam opgewekt. Dat hadden we 10 jaar geleden niet gedacht. Dus ik wil ook wel wat optimisme uitstralen.
halen. Van waar we een energieakkoord gesloten. En er is ongelooflijk veel gedaan. Oké, helder. Ja, 21. Ja, nee, er werd net aan het begin nog eventjes gezegd van ja, het is niet helemaal duidelijk of bedrijven willen weggaan. Maar daarna werd heel snel de echte agenda duidelijk. Er werd er gewoon gezegd van ja, maar het gaat eigenlijk niet om zinvolle banen. Het gaat eigenlijk om iets wat we versneld moeten afbouwen. Het gaat om iets wat niet meer bij de economie van deze tijd hoort. Ga dat even tegen die gezinnen zeggen die straks onder inkomen zitten. Het gaat om cruciale schakels in onze economie. Het gaat om luchtvaart, om de binnenvaart, om de glastuinbouw. Dat zijn sectoren die dragen deze economie. En om dit nu op basis van een sprookje over subsidies, een sprookje over subsidies te willen afbouwen vanuit een politiek frame, vind ik echt heel zorgelijk. En ik vind het ook heel zorgelijk dat hij kennelijk op ons na, op dit podium, dat iedereen in meer of mindere mate normaal vindt. Ja, en het zijn alle partijen die het klimaat heel serieus nemen. Klimaatcrisis, ja, 0,000036. Ja, daar gaan we. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ja, je mag er iets over zeggen. Nou, maar kijk, ook dat er iets gezegd wordt over die banen die verloren gaan. Ik vind dat echt een wegrelativeren met die 0,000. Ja, ja. Uw eigen minister. Het is, ja, zeker. Maar als je kijkt naar hoeveel energie wij gebruiken in de westerse samenleving. De 10% rijkste mensen die stoten de helft van de CO2 uit per jaar. He, dus we hebben een enorme voetafdruk ten koste van de aarde. Op 12 april elk jaar, of in elk jaar, het schuift gelukkig een beetje op, is overshoot day. Dan hebben we al alle bronnen gebruikt, en dat gaat om meer dan energie, alle bronnen die je eigenlijk pas, ja, op 31 december had mogen gebruiken. We leven nog steeds ten koste van komende generatie. En ik vind het onbegrijpelijk, tenzij u geen kinderen heeft, dat je dan zoiets kunt zeggen. Dat je niet nadenkt, wat wil je, wat voor wereld willen we onze kinderen en de kinderen van onze kinderen laten leven? Ja. Ik kan er gewoon niet bij. Ik wil mijn kinderen. Ik heb geen kinderen, wat het is, kan nog komen. Ik wil mijn kinderen in ieder geval niet opzadelen met een onbetaalbare staatsschuld om beleid uit te rollen wat geen meetbaar effect heeft. Oké, okay, dan gaan we nu ook ieder onderzoek laat zien dat niets doen is vele, vele, vele maanden duurder. Ja. Dus de klimaatcrisis laten lopen gaat ons meer geld kosten, gaat ons meer pijn kosten, gaat ons land minder mooi maken. Dit is wel heel makkelijk, hè? Want en ik wil we doen één niet niks, mevrouw Keuze. Nee, u staat ook, u heeft ook die klimaatwet. Zeker, wij doen zeggen heel ook erg veel. En zeker, maar dat is jaar 21 zegt ja, nee, dat we niets moeten doen. Ik ben altijd afgehaakt hoor, wat ik hier links van mij hoor. En, nee, ik geloof zelf ook niet in sprookjes. We hebben CDA naar links opgeschoven. Maar ik wil toch iets voor op die banen. Zal ik hem even. Dat tafeltje kan schuiven. Oké. Nee, ja, toch even dat punt over die banen. Want dat is natuurlijk wel een ongelooflijk belangrijk punt. En de voorstellen die wij doen, daar zit bijvoorbeeld in een werkgarantiefonds, zoals je het zelf hebt, eigenlijk toen de Hemwegcentrale, de kolencentrale sloot. Dus door de FNV is eigenlijk gezegd van, nou, je moet zorgen dat die mensen weer omgeschoold worden en een andere baan kunnen krijgen. En op het moment dat je je economie verandert, daar hoort ook natuurlijk bij dat je echt goed zorgt voor mensen in die sectoren. Uiteraard. Alleen dat neemt niet weg dat we op dit moment gewoon met die fossiele subsidies, hoe we ze nu hebben, heel, heel veel bedrijvigheid en werkgelegenheid tegenhouden, omdat die gewoon die innovatieve industrieën niet van de grond komen. Ja, ja, en daar geven we geen kans. Heb ik nog een heel mooi voorbeeld. Althans, het is maar of je van auto's houdt. Kort voorbeeld, ja. Nou ja, kijk, als je heel lang blijft doorgaan zoals Duitsland met van die dieselauto's, word je op een gegeven moment letterlijk links en rechts ingehaald. De grootste auto-exporteur ter wereld is nu in China. Daar komen straks de elektrische auto's vandaan die 10.000 euro goedkoper zijn dan een gemiddelde Volkswagen. Dus, die zonder subsidie niet te betalen zijn door niemand, dus, ook niet door bedrijven. China heeft een hele slimme industriepolitiek, een groene industriepolitiek. Die doen ook heel veel dingen niet goed, maar dit doen ze goed. En wij hebben ervoor te zorgen dat we natuurlijk als Europa, als Nederland ook zorgen dat we die groene. Oké, dus het gaat over dat we economisch krijgen. Bijblijven ook met China. Ja, het is ook gewoon een eigen belang. Ik heb de BBB nog niet veel gehoord. Nee, klopt. Nou, en die heeft en de BBB die heeft er best veel over te vertellen. Want wij vinden het heel belangrijk dat je pragmatisch en realistische doelen stelt. En in dat hele verhaal moeten we zorgen dat in ieder geval de gezinnen waar ook jij 21 het over heeft, dat die wel rond kunnen komen. Dus op het moment dat je het hele economische speelveld zo gaat veranderen, ja, dat het een wissel trekt op het inkomen van gezinnen en die niet meer rond kunnen komen, dan kun je best wel groen willen doen, maar als je rood staat, dan kom je niet ver. Ja. Nee, dat zijn we helemaal met elkaar eens. Dus dit groen beleid hoort ook knalrood beleid. En dat zijn we helemaal met elkaar eens. Oké, mooi einde van dit debat. Dank jullie wel. Dan gaan we nog even terug naar Ties natuurlijk. Ja, hoe heb je geluisterd naar onze politici?
En dan mag ik daar zeker weer chocola van maken. Nee, ja, kijk, ik ga hier geen samenvatting van kunnen geven. Dat lijkt me een beetje ondoenlijk. Ik wil wel een paar dingen die me opvielen, waar ik denk wel goed is om mensen mee naar huis te sturen. Je hoort natuurlijk vaak het frame terugkomen, bedrijven versus burgers. Dat is een beetje een vals frame eigenlijk. Want zeg maar, de fossiele subsidies zorgen er ook voor dat de kunstmest takken goedkoop is, waardoor het eten in de supermarkt heel goedkoop is. Zorgt er ook voor dat staal en aluminium heel goedkoop is, waardoor de auto-industrie. Ja. Dat is, dus dat, voor de, dat stukje denk ik dat dat goed is. Ik hoorde de meneer van de Korpierik van de BBB zeggen dat hij voedselveiligheid, voedselzekerheid in Nederland heel belangrijk vindt. Vond ik dan weer een beetje goedkoop, want dan denk ik, ja, maar dat is kennelijk vooral zuivelindustrie, want we zijn op heel veel voedselproducten helemaal niet zelfvoorzienend. Heb je nog lichtpuntjes gehoord? Heb ik ook lichtpuntjes gehoord? Nou, ik vond eigenlijk dat er toch eigenlijk wel iedereen in ieder geval wel redelijk zuiver was over zijn intenties, over welke economie die voor zich zag. En dat is denk ik wel verfrissend. Zelfs als je vindt dat het de luchtvaart essentieel is voor Nederland, ik denk dat daar wat op andere dingen valt, maar het is in ieder geval eerlijk dat je daar dan vol voor uitkomt. Mooi. Hartelijk dank, Thies. En hartelijk dank.